krimp. Waarom moeten we het over de krimp hebben? Ja, krimp doet zich natuurlijk voor, met name ook in Noordoost-Friesland en andere delen van Nederland. Ja. En het is de uitdaging voor de politiek om te kijken hoe we de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in krimpregio's op peil kunnen houden. Maar zo gaan we trekken aan een dood paard. Ja, de krimp zelf is onomkeerbaar, daar heeft helemaal gelijk in. Maar het is wel de uitdaging voor de politiek om juist te investeren in voorzieningen en leefbaarheid. Want het feit dat de bevolking krimpt, hoeft niet te betekenen dat ook de voorzieningen en de leefbaarheid in krimpregio's achteruit gaan. Dat lijkt wel een mooi ingestudeerd verhaal dit. Nee, dat is het niet, maar het is toevallig wel zo dat ik in de Tweede Kamer al langer bezig ben met dit onderwerp. Ik heb onlangs ook een eigen initiatiefnota geschreven waarin ik hele concrete voorstellen doe om de gevolgen van krimp te lijf te gaan. En vanochtend was ik met GroenLinks Friesland in Reduzum, ja? Waar we ook een concreet project hebben bezocht van mensen die zelf investeren in leefbaarheid en de lokale economie in hun regio. Speelt de krimp in Reduzum? Nee toch? Niet zozeer als in Noordoost-Friesland, maar zij gaan er ook mee te maken krijgen. Oh. En het is natuurlijk ook een gebied waar het zaak is om te investeren in leefbaarheid en voorzieningen. Ja. En dat doen de mensen daar ook. En wij zijn daar gaan kijken, maar hebben ze ook een groene kus gegeven om hun activiteiten te belonen. En wat doen die andere partijen verkeerd? Die andere partijen die praten heel veel over krimp, maar ik mis de maatregelen en de integrale visie. Wat GroenLinks bijvoorbeeld wil is dat er meer geld uit het gemeente- en provinciefonds gehaald wordt om juist te investeren in de kwaliteit in krimpregio's. Er wordt nu te veel geld verjubeld? Nee, het is niet zo dat er nu heel veel geld over de balk wordt gesmeten op dit gebied. Het is wel zo dat geld uit het gemeente- en provinciefonds vooral naar die gemeenten en provincies gaat die hard groeien. Ja. Terwijl krimpregio's juist geld nodig hebben voor investeringen in kwaliteit en niet voor investeringen in kwantiteit.